friet is eigenlijk een product waar iedereen enthousiast van wordt. Ik zelf ook. Ja, je hebt eigenlijk altijd blije gezichten. Het komt hier uit klei, aardappels. We bakken zelf voor. Dus eigenlijk alles wat je wil hier in Oosterwold. Met deze frietkraam staan ze nog maar een paar weken in Oosterwold. Het is de trots van drie vrienden die samen een bedrijfje zijn gestart. Maar het begon simpelweg uit de behoefte aan een lekker patatje. We zijn zelf in Oosterwold komen wonen 2 jaar geleden. En als wij naar Almere buiten reden, waren we een half uur onderweg met friet. Was de friet koud. Dus er zit helemaal niks, er was ook helemaal niks hier. Dus we hebben zelf bedacht, laten we heft in eigen hand nemen. Een verse friet gaan bakken. Is het een droom die uitkomt? Ja, zeker. Ja. Ja, het is heel leuk. En zo'n zaak opzetten in Oosterwold gaat niet vanzelf. Alles in de wijk moeten de eigenaren zelf regelen. Het is pionieren en dat betekent een hoop dingen uitvogelen, uitvinden. Zowel met de gemeente als met je eigen operatie en alle dingen die erbij komen kijken. Maar dat maakt het heel leuk en op het eind ben je erg trots, dat is het. Geen spijt? Geen spijt, nee. Als eigenaar van een stuk grond in Oosterwold ben je verplicht aan stadslandbouw te doen. Een deel van het perceel moet worden ingericht voor het telen van gewassen of het houden van dieren. We hebben eerst gedacht van we gaan zelf onze aardappels op ons eigen land verbouwen. Maar goed, dat bleek toch wel iets lastiger dan gedacht. En dan zouden we heel veel meer grond bij moeten kopen om dat te kunnen doen. Zeker omdat je met die aardappelrassen altijd moet afwisselen. Momenteel komen de aardappelen bij een boer uit Zeewolde vandaan. Plannen voor stadslandbouw op eigen land moeten nog van de grond komen. Misschien wat mooie fruitbomen en een soort mooi kinderpad waar ze kunnen spelen. En een beetje de aardappel leren kennen van hoe bakken we nou en waarom doen we bepaalde dingen in de friet. We zijn begonnen oorspronkelijk met het plan om een vaste friettent te beginnen. Maar Oosterwold is een heel groot gebied. Dus helemaal aan de andere kant van Oosterwold bouwen we de vaste tent. Aan het pand van de Lidl hebben we een kavel. En de kraam is eigenlijk voor het gebied hier. Dat is eigenlijk net te ver voor mensen die hier wonen om daar friet te halen. Dus hebben we straks 2 frietpuntjes. De eerste palen voor de snackbar zijn inmiddels geslagen.